Hoe is het in Rijswijk? Tijd voor onze vaste rubriek. Rijswijk, hoe is het? Hey Rijswijk, hoe is het? Rijswijk! Mogen we die nog een keer zien? Hey Rijswijk, hoe is het? Rijswijk! Kosten nog moeite wordt gespaard. Want de drie imams die zich verheugden op een benefietgala in Rijswijk zijn niet welkom in Nederland. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft hun visa alsnog ingetrokken. Maar hoe gaat zo'n visumaanvraag eigenlijk precies in zijn werk? Welkom bij het aanvraagformulier Visum Nederland. Hartelijk dank dat u bij het aanvragen van een visum voor Nederland heeft gekozen. Wat voor visum wilt u aanvragen? Werkvisum, toeristenvisum, haatvisum. In welke hoedanigheid gaat u haten? Haat imam, haat kapper, haat homeopaat, haat assistenttrainer, prem, haat diplomaat, haat tussenpersoon, anders namelijk seksrabijn. Ik bedenk trouwens nu pas dat het best vreemd is dat dit formulier voor een visumaanvraag volledig in het Nederlands is opgesteld. Nou ja, u bent nu al zover, dus we gaan maar gewoon door. Volgende vraag. Bent u van plan te haten in loondienst of in opdracht? Als u van plan bent te haten in opdracht, teken dan hiernaast een kwetsende cartoon van uw opdrachtgever. Luistervraag. Al-Jamir! In hoeverre bent u het eens met deze stelling? Iedereen denkt het, maar hij durft het tenminste hardop te zingen. Ik zou het zelf niet zo stellig verwoorden, maar hij heeft ergens wel een punt. Geheel mee eens, behalve dat stukje over christenhonden. Geheel mee oneens, maar wel weer heel grappig. Bent u ooit omgekomen bij een zelfmoordaanslag? Ja, nee. Welke bekende Nederlandse herkent u op de volgende afbeelding? Caries van Haten, Leontien Borshato, Fatima Morera de Melo. Welke haatdragende activiteiten bent u van plan te ontplooien tijdens uw verblijf? Ik moet me nog oriënteren, maar ik heb altijd al iets met Joden willen doen. Het bezoeken van een benefietgala in Rijswijk, wandelen. Hartelijk dank voor het invullen van uw aanvraag. U wilt als haatimam in Nederland gaan haten tijdens een benefietgala in Rijswijk. En dit lijkt een computergestuurde stem, maar ik doe gewoon zelf een gekke intonatie. Gefeliciteerd. Uw aanvraag is goedgekeurd. Let op. Mocht uw aanvraag tot ophef leiden in de Telegraaf, dan zal uw visum alsnog worden ingetrokken en bent u dus niet welkom in Nederland. Hou hier rekening mee bij het boeken.